is nu wel een deel van de dream come true van eindelijk naar de Olympische Spelen. Wat is er nou zo bijzonder aan de Olympische Spelen? Ja, voor ons is dat de beleving van de sport. Maar daarnaast en eromheen is het voor ons ook het ontmoeten van mensen uit alle landen, noem maar op. De gedachte erachter dat ooit begonnen is voor de vrede, voor de, ja, dat soort symboliek erachter is dat ook wel heel erg leuk. Wat ga je allemaal bekijken? Nou, we gaan in ieder geval het wielrennen kijken. Zaterdag de mannen en zondag de vrouwen. Maar morgenavond is het natuurlijk 400 meter estafette dames. Dus daar gaan we zeker ook in het Holland Heininghuis naar kijken. En hopelijk voor juichen. De eenlingsporten die vind ik wel zeer interessant. Omdat ja, iedereen moet daar alles voor geven wat hij ervoor geeft. En het enthousiasme natuurlijk waarmee men bezig is. En ja, je krijgt natuurlijk een vrek warm gevoel erbij dat die kerels in het oranje dat die natuurlijk ook nog eens een keer punten halen. Wij gaan voor de winst, we gaan voor de medailles. Ja. En we gaan om daar trots te zijn op ons kleine landje. Daar gaan we voor.